Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toyota. NRC schrijft vandaag over een Nederlands taboe. Praten over je inkomen. En ik lees de krant met iemand die lak heeft aan taboes. En 10 jaar speelde in een Zwitserleven reclame. Ellen ten Damme. Okay. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo Ellen. Hey. Ben je al lang op? Robert. Nee, natuurlijk niet. Nee? Nee. Ik sta nooit op 's ochtends. Je staat nooit op 's ochtends? Nee. Ik werk 's avonds. Hoe laat ben je gaan slapen vannacht? Uur of 4, 5 of zo. Dus ik heb niet zoveel geslapen. 5 uurtjes, 4 uurtjes. Ja, terwijl ik niet eens hoefde op te treden. Maar dat zit zo... Dat is volgens mij mijn normale ritme. Het zit gewoon in je systeem. Of ja, nee, ik ben ook bijna nooit alleen. Ik heb altijd iets te doen. Altijd tussen heel veel mensen. En gisteren was ik voor het eerst sinds hele lange tijd alleen. En dan denk ik van... Ah, wat ik allemaal zou kunnen doen. Dan word ik helemaal gek. Dan ga ik, weet ik veel. Het huis opruimen? Ja, gewoon allemaal dingen doen. En dan kan ik niet ophouden. Dus ik ben al in slaap gevallen op de bank. Maar goedemorgen, kopje koffie. Graag. Ellen, praten over geld en inkomen is taboe in Nederland, schrijft Next. Uh-huh. Ook voor jou? Ja. Voor jou ook een taboe? Dus we zijn uitgepraat. Nou, dat kunnen we gelijk aan. Nou, dat vind ik op zich vrij logisch. Want? Ik geloof dat alleen in Amerika het heel erg in is om over geld te praten. En dan vooral als je het hebt of zo. Als je heel veel geld hebt, dat je dat vooral moet laten zien. In Next staat dat het makkelijker geaccepteerd is om te vertellen dat je bommoeder bent of SM-seks bedrijft. dan te vertellen hoeveel je verdient. Begrijp je dat? Ik begrijp dat wel. Want zodra het over geld gaat... creëer je ofwel afstand of bewondering of jaloezie. Het is eigenlijk een heel gevoelig onderwerp. En tegelijkertijd zo normaal. Alles draait om geld. Dat is ook zo idioot. Hoe belangrijk is geld voor jou? Ik vind het leuk om te hebben, moet ik zeggen. Maar ik ben echt bang dat... ik ben bang om rijk te zijn. Ben ik al. Maar je wordt er niet een leuker mens van. Je huis is van. Wel lekker gezellig rommelig hier. Ja, zo ben ik. Ik hou ook niet van een poenerig... Kijk, daarom ben ik... Kijk, een artiest is het mooie van een artiest zijn. Je mag wel heel rijk zijn, maar je hoeft er niet zo uit te zien. Daar heb ik echt een verschrikkelijke hekel aan, inderdaad. Ik vind het gewoon niet mooi. Hele poenerige dingen en zo. Maar goed, dat is persoonlijke smaak. Ja, maar je hebt 10 jaar in de reclame van het Zwitserleven gezeten. Ja. Het Zwitserleven gevoel, spreek je dat aan? Jazeker. Ik weet natuurlijk precies wat het Zwitserleven gevoel is. Want ik heb het al meegemaakt. Dat gaat meer over eigenlijk een onbezorgde oude dag hebben of zoiets. Of dat je je geldzaken goed geregeld hebt. Heb je dat al geregeld? Ach, het ligt hier nou eerlijk gezegd al 1,5 jaar een stapel met dingen... Daaronder ligt ergens Daaronder jouw oude dag. Ligt, ergens jouw oude dag. Wat ik zou moeten regelen allemaal. Ik word zelfs door de banken opgebeld van... Ja, je zou toch nog een keer dit of je dat. Ik ben er niet zo snel in, maar ik heb het op zich niet slecht geregeld volgens mij. Ja. Maar ben je rijk? Ja, vind ik wel. Ja. Hoe rijk? Als ik heel zuinig aan zou doen, hoef ik nooit meer te werken volgens mij. Is het een taboe voor jou om erover te praten? Nou, het is absoluut geen favoriet onderwerp, nee. Nee? Nee, ik vind het niet echt leuk. En zeker als dat het thema is wat zo belangrijk is in het leven. Ik denk dat het heel veel stuk maakt ook. Gewoon psychisch gezien. Als je alleen maar denkt aan geld en waarde van materiële dingen. Ja. Geld, hè. Een persoon die rijk is, is niet per definitie een leuk persoon. Of die heeft dan zakelijk iets goed gedaan of iets geërfd of wat dan ook. Maar dat zegt verder niet zoveel. In die zin ben je dus een echte Nederlander en pas je ook in dit verhaal? Ja, dat denk ik wel. Ja, ik voel me wel een echte Nederlander wat dat betreft. Ja.
Wat is jou verder opgevallen in de krant van vandaag? Nou, ik heb de hele nacht zitten zappen, gisteren ook. Ook nog. Voordat je in slaap viel? Ja. Toen heb ik gezien dat die Sarkozy wegliep uit een interview. In Amerika? Veel ja. Heel goed. Ja? Ja. Ik van, oh, dat zou ik ook heel vaak hebben willen doen. Hij ontweek een vraag over zijn aanstaande scheiding. Ja. Nou, ik ga. Nee. Nee, dat zou ik als kijk, als afgesproken is dat je daar niet over gaat hebben, dan gaan mensen dat toch doen. Of zo. Ik kan me voorstellen dat zo iemand, ja? Dat een president denkt van ja, op dat roddelcircuitniveau ga ik niet praten. Vind je dat past bij een president om zomaar weg te lopen uit een interview? Nou, je kunt ook zeggen het is heel laf. Ja, dan kan je ook zeggen het is een beetje. Je zou kunnen denken een president moet zich met woorden wel kunnen weren of zo. Maar ik kan me ook voorstellen als dat in zijn geval. Als je 1000, waarschijnlijk wordt er echt niet 1 keer, maar 100.000 keer op een dag iets in die richting gevraagd of zo. Of geïnsinueerd of wat dan ook. Ik kan me voorstellen dat je er helemaal zat van bent. Of wat ik zelf wel leuk vind zijn berichten over dieren. Er staat altijd wel elke dag iets over. Ja. Waarom? Ja, weet ik niet. Ik moet er altijd erg om lachen. Hier staat, zijn dieren ook wel eens bang in het donker? Wat vind je nou leuk? Leuke vragen. Ben jij ook bang in het donker? Ja, ik ben bang voor mannen in het donker. Hoezo? Als ik op straat loop of fiets of wat dan ook. En ik zie maar 1 man of 2 of zo'n groepje al helemaal. Dan fiets ik meteen een heel eind om. Ja, ik ben zo vaak achtervolgd. En enge types die bij de deur staan en je vastgrijpen. En zo'n hand worden soms door de brieven zo gegeven. Krijg je wel. Hier? Als ik in Amsterdam, ja. Ja. Alles is liefde, breekt alle records. 400.000 bezoekers. Wauw, dat is echt. Ga je kijken naar de film? Nou, ik weet niet. Ik ga bijna nooit meer naar de film. Romantische komedie? Nee, het spreekt niet echt aan, nee? Eerlijk gezegd. Wanneer speel jij weer in de film? Nou, ik speel de hele tijd in films, maar vooral in Duitsland. Ja. Hoe komt dat toch? Nou, kijk, jij begon net over Zwitserleven. Als je dat soort dingen doet, krijg je heel veel voor betaald. En niet voor niks, omdat het gewoon heel schadelijk is voor je als persoon. Om je te verbinden aan iets. Maar ik doe van alles en nog wat. Maar dit jaar heb ik bijvoorbeeld totaal geen tijd. Want ik zit het hele jaar in het theater. Met je band? Met mijn eigen band en een tour. En hierna een clubtour. En eigenlijk is dat in 2009 nog zo. En heel soms heb ik tijd voor een film. En een film is ideaal, want het is meestal maar een paar weken werk of zo. En dan is het weer klaar. Als je morgen gedwongen zou worden om te kiezen tussen acteren of zingen, wat zou je dan laten vallen? Als ik moet kiezen, zou ik zeker voor muziek gaan. Want dat is wel veel opwindender dan op een filmset hangen. Wat was je laatste film in Duitsland? Das Leuchten der Sterne. Het ging over. Dat is eigenlijk wel een leuke rol. Ik was een moeder van een gehandicapt kind. Wat in een rolstoel zat en wat ook nog overleed. Heel zielig. Leuke rol, noem je dat? Ja, de leukste rollen, of de beste rollen, zijn gewoon hoofdrollen waar je iets mee kan. Die meerdere lagen hebben. En dat komt eigenlijk niet eens zoveel voor. Hier ook aandacht voor de expositie van Marijn Hos, jonge illustrator, over vrolijk worden. Hoe vrolijk ben jij? Als rock chick. Nou, ik ben behoorlijk vrolijk. Ja. Je praat er niet graag over, maar je hebt 2 jaar geleden borstkanker gehad. Je bent behandeld. Hoe gaat dat met je? Supergoed. Dus na 10 jaar, je blijft al heel lang onder controle. En na 10 jaar ben je op hetzelfde level als ieder ander. Maar na dit jaar zeg ik er helemaal nooit meer wat over. Want ik doe gewoon. Ik ben gewoon aan het werk en ik vind het totaal oninteressant, al dat privé geleuter. Maar het gaat goed met je. Ik ben Sarkozy en ik heb het er niet meer over. Nee, ik word er echt gek van, eerlijk gezegd hoor, van dat onderwerp. Want het is al voor mij al zo lang geleden, lijkt het. Dat is eigenlijk meer een beleefdheidsvraag. Gelukkig. Nee, ik vind het heel lief dat je vraagt hoe het met me gaat, maar het gaat hartstikke goed. De Nederlandse magier Ramana
zweeft boven Times Square. Nou ja, zweeft. Oké. Okay. Wat gebeurt hier nou? Nou, het heeft verklaar iets, dit mysterieus. Het heeft iets met die stok te maken, want ik heb dat wel vaker gezien. Dus ze zitten altijd in een kleermakerszit en ze hebben altijd één stok. Ja? Nou. Nou, jij weer. Nee, ik weet niet. Maar... Zit die vast ergens? Waar zit die vast? Dat weet ik niet. Misschien door zijn broek of zo. Iets, zit die iets onder? Constructie dingen. Kijk, ik ben wel eens in het magazijn van Hans Klok geweest. Aha. Het is allemaal techniek. Ik geloof hier helemaal geen snars van. Pete Doherty van Baby Shambles treedt op in de Olympiahallen in München. Ken jij die hal? Ja, ik heb daar wel eens opgetreden ook met Udo Lindenberg. Jouw laatste cd, Impossible Girl, die krijgt ook weer een tour, toch? Jazeker. Kun je ons een klein voorproefje geven? Wat ga je spelen? Ik doe even In Your Eyes. Dat is een liedje over vergankelijkheid eigenlijk. Dat alles voorbij gaat. As time moves on, your footprints will be gone. A wind will softly blow to a place no one knows. But nothing lasts forever, even the mountain fades. I wish I fade into you. In your eyes I'd stay. Nou ja, bla 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 bla. Ik vind het heel mooi. Het is een heel klein, bijna slaapliedje. Je wil nu weer gaan slapen? Ja, graag. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toyota.